voor Sinterklaas. Vanavond is het pakjesavond. Oh! Oh! Ja, ja, ja. Wow! Wow! Ja! Oh. Oh. Ik kan ze zelf niet zo goed vinden. Nou, misschien wel. Ik ook niet. Ze zijn er dan toch cadeautjes hier. We zijn de drie Musketeers. Yes, welkom bij een nieuwe video van de Bakjes. Mijn naam is Ramon en vandaag is het zover. Het is tijd voor Sinterklaas. Vanavond is het pakjesavond. Iets waar we al heel lang naar uitkijken. En vooral Pip kijkt er al heel lang uit. Alleen één klein probleempje. Pipje is... Ziek. Ziek inderdaad. Die is, gisteravond voelde ze zich niet lekker. En vanmorgen werd ze wakker en toen was ze echt helemaal niet lekker geworden. De bak staat alweer klaar. Echt heel, heel sneu. Nou is ze wel vaker ziek en dat het dan in de loop van de dag, in de loop van de avond weer beter wordt. Dus ik hoop dat het nu dit keer ook het geval is. Zo'n één dag ziek, ja. Ze heeft eerder mijn zoon trouwens. Hi. Maar anders moeten we maar gewoon geen pakjesavond, Pip, hè? Nee. Geen cadeautjes vanavond. Nee. Nou, Jesse en zijn er ook. Die zijn even boven omkleden. Ik ga even met ze naar het dorp toe, even spulletjes halen. We gaan gewoon een hele gezellige Sinterklaasdag hebben. Zover het kan dan met zieke Pip hier zo. Dus blijf vooral kijken. We hebben zieke Pip thuis gelaten samen met Irm. En kijk wie er ook zijn. Ja. Oh, Jesse en Sam. Aliens. Ja. Aliens. Hey, vandaag is Sinterklaas. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Waar hebben jullie nou het meeste zin in van de hele Sinterklaasdag vanaf? Pakjes open maken. En jij? De gezelligheid. Ja, ook gezelligheid dan. Oh, toch wel, ook en, nog. En snoep eten. En snoep eten. Maar luister, Pip is er nou niet bij. Jesse, vertel eens, wat hebben wij weten te regelen? Wij hebben geregeld met Sinterklaas dat langskomt. Echt? Ja. Wauw, ja, Sinterklaas samen met twee Pietjes die komen. Dus we gaan nu even snel de boodschappen doen. Goed, nou, ik ben met de jongens de boodschappen doen. Kijk, zo komt Jesse de melk brengen. Nee. Is dit dan weer? Neemt u hem aan? Ja, ik neem hem aan. Ja, dank nee, u. Nee, ik... neemt u hem niet aan? Jawel, ik heb hem. Nee. Rustig. Nee, nou, we hebben haast, jongens, maar dat maakt Jesse en Sam helemaal niks uit. Ik doe gewoon lekker rustig aan. Geen probleem, we wachten gewoon. Sinterklaas, je wacht al op ons. Je eet het toch niet druk op pakjesavond. Jesse en Sam. Kom. We zijn weer thuis aangekomen, we hebben de boodschapjes hebben gehaald. Oké, okay, en de reden dat ik wel tegen Jesse Sam heb verteld dat Sinterklaas en de Pietjes vanavond komen en nog niet tegen Pip, is omdat Jesse en Sam vinden het heel leuk dat Sinterklaas en de Pietjes komen, maar voor Pip die is heel veel mee bezig, hè, met Sinterklaas. Ja, en wij hebben Sinterklaas al vaak in ons. Ja, daarom voor ons dus is het Sinterklaas, is, die kennen wij persoonlijk, jongen. Die, ja. Daar chillen we af en toe mee. Nou, ik kom zojuist thuis en wat zie ik hier zo? Ik voel je lekker. Voel je weer helemaal goed of iets beter? Of helemaal, ze zit alweer pepernoten te eten. Ze voelt je iets beter. Wat fijn. Ben je nog, voel je helemaal goed of beetje? Helemaal goed. Nou, dat is wel vaker, hè? Ja, het kan in ieder geval doorgaan vanavond, toch? Hé! Hey, yeah. We kunnen toch pakjesavond vieren. Oké, okay, nou we hebben de Sinterklaasmuziek aangezet. De jongens zijn hier lekker druk bezig, ja, met... Ik heb net een hartje gemaakt. Ah, voor wie was het hartje? Pip. En Pip heeft hem af laten mogen doen. Ah, wat lief, Pip. Hey, Pip, straks, omdat hè? Omdat ik ziek ben. Omdat je ziek bent, ja. Ben je nou nog steeds ziek of gaat dat er weer een beetje? Nee, als er dan aan de deur wordt geklopt, gaan we dan heel snel daarin rennen om te kijken of wij misschien Pietje kunnen zien. Al een keertje hoor ik weer kloppen, dat ik zeggen hoor. En dan hoor ik een kloppen. Uh-huh. En is er nog niet. Hè? Nee, hè? Huh? Oké, okay, dus gaan we proberen om Pietje te betrappen. Ja. Gaan we zo. Ja, we zagen je. Pitspan, hè? Ja, dit is spannend. Oké, nou hebben we van Nintendo een heel leuk nieuw spelletje. Dat is Big Brain Academy Knappe Koppen. Nou, vooral met zo'n intelligente vader als het ik ben natuurlijk, is het misschien heel erg leuk om... Ja, dan kunnen jullie eindelijk eens zien hoe slim papa wel niet is. Oké, okay, nou, ik ga het heel even instellen, want als het goed is, doen we de party natuurlijk 2 tot 4 spelers. Met hoeveel spelers doen jullie? Wij doen het met 4 spelers. En we moeten ook als het goed is iets voor de leeftijden kunnen instellen, zo. Oh. We hebben maar 2 controllers. Oh. Controle. 2 controllers. Moet even de deurtje open doen daar zo. 2 controllers graag voor de Switch. Nou, dan doen we het nou even met 2 spelers. Oké, okay, eerste wedstrijd. Wie draait voor de eerste wedstrijd? Gast 3. Rekenblokken. Oh, en wie is er goed in rekenen? Ik. Nou, we doen het even anders. Sam die gaat tegen Jesse. Wat de bedoeling is, 4 moet je bij elkaar hebben. Dus je moet die blokken breken totdat je zeg maar bij elkaar kan optellen 4. En je moet moeilijk. En je moet... Zullen we beginnen met makkelijk? Nee.
gemiddeld. Ja, gemiddeld, oké. Oké, nou het is heel simpel. Sam is aan deze kant, aan die kant en Jesse is aan die kant. Sam, 7, kom op. Oh, Sammetje, op dit moment staat Jesse bovenaan. Sam is tweede, volgende. Sam, doe je best. 7 dus bij elkaar opgeteld van is 13 en als je dan... Oh, Sammetje, goed bezig. Jesse is goed aan tellen, 15, 16, 3, 6, 9, 15, 18. Oh. Je kan natuurlijk per leeftijd, je kan, kijk hier kan je zien of je moeilijk doet of gemiddeld, zodat het voor iedereen een beetje gelijk eerlijk blijft. Want anders is het heel lastig, want kijk, ik ben natuurlijk weer veel slimmer dan hun. Snap je? Dus dan is het voor mij beter om expert te doen en dan voor hun gemiddeld of dom voor Jesse. Ik heb hem al. Oké, jongens. Sam, je kan het winnen als je heel goed je best doet. Ik kan niet. Oh. Ik heb al steeds zo. Jesse, gewonnen! Hey! Oké, Sammy gaat draaien voor een volgende. Nou, je hebt dus van alles, je hebt rekenen en nu wordt het terugdenken. Oeh. Ja, dus je korttermijngeheugen, als er iets is waar ik slecht in ben, en de mensen die me kennen, die weten dat. Ik ben korttermijngeheugen, ik weet nauwelijks hoe mijn kinderen eten iedere keer. Dat moet ik ook even vragen. Jesse, Jesse heet je? Ja, Jesse. Oeh, wat stond daar? Sam, wat doe je? Ik snap het niet. Ja, terugdenken. Sam, dan is niet gelijk dukken. Je ziet nou horend, zaag, schaar. Wat stond er als laatste? De laatste was een schaar, Sam. Dus doe je eerst schaar? Nee. Wat doen we? Gemiddeld of moeilijk? Gemiddeld. Ja, voor jou gemiddeld, want ik ben het heel goed. Wat moet ik doen? Wacht even, ik snap het niet. Hé, kijk! Jij hebt hier, moet je kijken? Oh, zo? Ja! Nee, dat ben ik niet. Huh? Kijk. Eren die denkt ik, gooi even lekker strooigoedje. Oh, wie staat er bovenaan? Kijk. Oh, ik er bijna. En Pipje dacht dat ze helemaal beter is. Maar is ze hier toch op de grond lekker gaan liggen met een warm kleedje over erheen. Hey Pip, hoe voel je meis? Wil je lekker slapen even? Ja? Dan gaan we er straks weer tegenaan met z'n allen. Oké, nou we hebben net een lekkere spelletje gespeeld. Het is nu 4 uur. We gaan lekker vroeg eten. Nou, we gaan eigenlijk zo wel eten. Dan hebben we tenminste lekker lang aan pakjesavond. Anders kunnen we zo weinig met de speelgoed spelen. Als we die krijgen. Oké, zijn wij gezellig hier een spelletje. Jatzee aan het doen. De Pip ligt lekker daar nog. Hè? Zijn Ramon en Sam een spelletje aan het doen. De pepernoot challenge. De pepernoot shoel challenge. Ja, voor jou. Ja. Oh, bijna, bijna. Oeh! Bij jou? Ja, 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 ja. Nou ja, zeg, het is even op de grond. Ja, 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 ja. Wow! Wow. Ja! Nou, wij gaan weer lekker verder met Jatzeeën. Oh, ja. Jongens en meisjes. Gadverdamme. Zo lekker. Dan ga je dus pizza en dan doen ze de spinazie op. Ja, dat is wel iets gezonds. Ja, nee, dat is. Pip is. Oh, lekker. Dankjewel, Moppie. Hé, dat is ze weer. Hoe is het? Gaan we straks pietjes betrappen? Als er aan de deur wordt geklopt, gaan we de cat heen rennen. Ja, en dan gaan we de pietjes proberen te betrappen. Zeggen we. We zagen jullie. Hebben we er een beetje zin in vanavond? Ja. Jee, ik ook. Maar goed, nu gaan we eerst dit eten. Ja, vind je het lekker? Ik eet croissantje. Jesse, vind je het lekker? Ja, super lekker. Ja, jongens en meisjes, we hebben alle spullen opgeruimd. En het is bijna 5 uur. Het zou zonde kunnen dat er straks aan de deur wordt geklopt. En dat er allemaal cadeautjes zijn. Kijk, bijna kan. Zo. Als je je hand. Wat zei je? Kijk, hij is bijna donker. Oh, het is al helemaal donker buiten. Ook Jesse vindt het echt mega spannend. Ja, ik vind het echt mega spannend. Ja. Ah. Ik ben zo benieuwd wat ik allemaal ga krijgen. Oh, ik voel de spanning in mijn buik. Komt door het eten. Nee, dat kan ook, ja. Pip die zit echt alleen maar te glunderen, zo ziek als ze vanmorgen was. Ik heb alleen maar gewacht totdat ik cadeautjes kan. Oh, cadeautjes. Geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan het. Wie zal dat zijn? Oh, hier. Kom, kom. Oh, gaan we de pietje. Oh, ik hoop dat we een pietje gaan zien, jongens. Ik hoop dat. Oh. Oh, 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 zit te kijken. Ah, kijk eens. Oh, zullen we vragen of ze binnen willen komen? Ja? Oh, oh, vind je. Zo, nou dat had ik niet verwacht als ze. Toch maar! Ben jij? Dit zie ik zelf! Je had gelukt! Ah, nou kom binnen! Dit is wel echt heel erg tof, jongens. Sinterklaas, kijk, 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 kijk! Oh ja! Komt
goede avond. Goede avond. Oh, wauw. Hallo. Ga ik ook een handje via? Ja? Hallo. Ik zeg hetzelfde meid als u op Sinterklaas. Ja. Ja. Een hele mooie meid hoor. Alleen dan inderdaad een beetje gekrompen. Ja, die komt automatisch ieder jaar mee. Hè? Schatjes heeft ze net zo'n grote. Ja. Ga je straks met haar mee? Nee. Nee, dat gaat een beetje te ver. Anders mis ik hier. Oh ja, nou, dat is niet. Nee, dan blijf maar lekker gewoon hier. Zo, alle kindjes zijn lief. Deze is wel extra lief. Extra lief? Ik vind deze extra lief. Oh, oh ze vindt jou extra lief, Pip. Oh. Nou, willen jullie even zitten? Ja, dat is wel zo. Vind je het hand op de bank of wil je het op de stoel heeft? Ja. Nou, Sam is een beetje. Kijk, dit Pietje die wil heel graag zeg maar, de knuffel van Sam hebben. Ah, kom op. Hij wil gunnen, Pietje. Oh, wauw. Zullen we er ook nog wat voor je borst in zetten, denk je? Ja. Durven jullie wel hierin te komen? Jullie zitten zo op een afstand. Ja, jullie vinden het allemaal weer. Ze blijven zo. Hij is leeg, toch? Goed, joh. Doe het niet. Oh, wat zeggen jullie dan? In de hoek zetten, zo, ja. Hebben ze geen cadeautjes? Oh. Maar wel dit. Maar wat heb je liever? Cadeautjes of dat de Pieter en Sint hier binnenkomen? Nou, dat is twijfelvol. Dat de Pieter komen. Oh, je wel leuk. Ergens verstopt. Oh. Maar ik kan ze zelf niet zo goed vinden. Dat misschien wel. Ik ook niet. Dat Pippen wel helpen. Zijn er helpen? Dan toch cadeautjes hier ergens? Er zit wel zo'n speurneus voor. Ja. Zullen we even gaan zoeken of hij... Oh, Jesse, jij wil je ook zoeken? Ja! Zullen we... We gaan met z'n allen zoeken. We gaan met z'n allen zoeken. Kom, gaan met de pietjes mee. Gaan met de pietjes mee. Oh, ik weet het. Onder de deken. Ja. Ik weet het zeker. Oh, nee. Huh? Oh, nee. Huh? Oh. Misschien in de kamer. Ja, dat is mijn sportkast. Ja, dat is de rommelkamer. Dit sportkamer moet voorstellen. Boven ook niet? Op jouw kamer? Ja, dan moet je even met de Pietjes naar jouw kamer gaan. Dan weet ik ook niet of dat... Nou, Pim gaat even met de Pietjes even boven kijken. Nou, daar gaan de Pietjes. Ze zit ondertussen nog even door te zoeken of het hier is. Ja, die kent je nog wel van vorige jaren natuurlijk. Ja, we kennen ze allemaal wel, hè. Ja, ze worden een beetje ouder, maar... Oh, en? Oh, die Pieter. Die Pieter is een beetje bang voor. Oh jee, oh, dat is een heel bang Pietje dit. Oh, wacht voor je ook een hondje. Die is heel hoog. Nou, dat Pietje had hoogte vrees, jongens. Dat is niet het luister Pietje die hier bovenop het dak staat. Dat ben je. Nee. Ik hou dat stoppen. Oh, kijk, Jesse. Jesse is hier het hulpje van Sinterklaas voor. 3, 2, 1. Maar Pip. De zoekpiet, of hoe heet die Piet? Ja, de zoekpiet. De verstoppiet. Verstoppiet, dat kan niet zijn. Ik denk alleen maar bij de deur. Bij de voordeur misschien. Dan wordt het niet gevonden. Zal dat het zijn? Cadeautjes? Ja! Wauw, was er gewoon nog een Pietje hier geweest, Pip? Ik wil cadeautjes! Cadeautjes vergeten, verstoppen, Piet is al lang weg. Zo! Jesse, Sam, doe je ook nog even zeggen tegen de Pietjes? Tot zo! Kijk eens. Ja, gewoon lekker knuffelen. Pip is helemaal vriendjes geworden met de Pietjes. Dat is toch een jaar. Nou, we zullen zo. Goed. Nou, en daar gaan ze weer, jongens. Pip, die glimmert helemaal. Ja? Jongens, hoe vet was dat Pipje? Er was gewoon een Pietje hier zo en Sinterklaas was hier. Oh. En hij zei, ik mis mij. Nou. Zij had, die Piet, ja? Had een zak in zijn hand. Ik dacht dat de cadeautjes waren. Dat alle cadeautjes waren, één zakje. En toen bleek er gewoon een meer te liggen, want wat ligt hier allemaal? Nou, daar gaan we, jongens. Oh, kijk eens. Hey, hier zit gewoon één cadeau en ik weet niet. Wow! Hij sprong één keer uit. Schudt in één keer, ja. Zo van zo. En toen valt hij één keer
En in één keer scheurde hij die open. Nou, dat is heel gek. Ja. Maar Pip, dat is een mega grote ding is van jou. Dat een pietjes. Oh, natuurlijk, de schuld van de pietjes. Ja. Nee, haar mama is oud, want pietjes doet altijd aardig. Ja. Wow. En wij zitten aardig geweest. Oeh, jullie zijn aardig geweest. Niet altijd helemaal mee eens. Ah, Pippi die vond het echt wel heel speciaal dat Sinterklaas gewoon binnen was. Ze zei dat Sinterklaas hier binnen is geweest. Oké. Ja, ze denkt, zoek naar maar uit, ze natuurlijk tegen ik wil gewoon weten wat erin zit. Oké, nou jongens en meiden, we gaan even kijken wat dit is. Een Donald Duck! Oh, Donald Duck pocket, jongens. Een chocoladeletter. Yeah. Nog meer chocola. Hey. Nou, wij gaan even lekker deze cadeautjes uitpakken en een snoep eten. Laten we even zien een beetje wat we hebben gekregen. Ja. We zien dat je het zelf van mij trekt. Ja! Oh! Hey. Dit moet hakenstorren. Hé hey bro, wat is dat voor jou? Hé bro, hij zit daar. De P van Pesse. De P van Pietje. Oh, de P van Pietje. Ja, Sam, stop eens te kijken. Wat ben je aan het doen? Wat is er aan de hand? Hij is aan het kijken hoe hard zijn hartslag is. Hij heeft een horloge gekregen van Sinterklaas. Ja. Die zomerhorloge, het is een horloge met GPS erop, zeg maar. Een stopwatch. En ze kunnen ze altijd in de gaten houden waar ze zijn. En ze kunnen ook bellen daarmee. Nu nog niet, dan moeten we nog instellen. Oké, jongens en meisjes, daar het zit er op onze Sinterklaasavondje. Maar Sam kwam op een fantastisch idee. In plaats van dat we nu gaan chillen of wat dan ook. Ja, film kijken. Film kijken. Gaan we iets anders doen. We gaan nog een unboxing doen. Ja! Alleen, we gaan niet op deze video. Nee, doen we een andere video dan. Ja. Gaan we doen. Voor jullie is het ongeveer 2 of 3 dagen later. Voor ons is het al nu. En ja. Daarna gaan we nog even chillen, even veel kijken en ons nog een paar spelletjes. Oh, ik dacht naar bed, maar dat is niet. Nee, dat heb ik verkeerd. Oké, nou wij gaan even door. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ook een mega leuke Sinterklaas hebben gehad. Als jullie geen abonnees zijn, moeten ze wel. Abonneren! Tot de volgende keer! Doei!